Goeiedag, lieve stier. Ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je venus teken na. Mijn naam is Angelique. Welkom op ReVibes. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer. Like deze video. Daarmee help je mijn kanaal groeien. Wil je me volgen ook op TikTok? Dat vergeet ik steeds te zeggen. Ga dan naar de TikTok-pagina ReVibes met 3S. En volg me daar. Daar doe ik ook meerdere readings. Dan zijn ze ook wat korter. Al zijn deze ook al een stuk ingekort. De setting is ook anders. Ik krijg verdeelde reacties. Dus ik blijf gewoon eerst even hier. Het is hier een stuk warmer. Om kosten te besparen. Maar dat zullen jullie vast allemaal wel begrijpen. Dus ja, misschien is de setting iets minder mooi. Maar voor mij werkt het nu even wat prettiger. Wat mag ik weten als uitdaging? De zeven van pentakels, lieve stier, geduld. Je hebt waarschijnlijk zaadjes geplant en wacht nu eigenlijk af op resultaat. In het verleden, veel passie is wat ik zie, een nieuw begin. Met de zeven van zwaarden. Maar het kan zijn dat er iemand is weggesneakt. Ik ga ze even laten zien. De aas van staven. En de zeven van zwaarden. Of jij bent niet eerlijk geweest, of een persoon is weggesneakt zonder enig uitleg. Ik heb hier de dood. Ja, wat ik al zei. De drie van cups. In de toekomst de hangman. En de tien van staven. Onderop het dek heb ik hier de zes van zwaarden. Het kan zijn dat je emotioneel ergens vandaan moet gaan wat niet meer dient. Karma eigenlijk achterlaten en op rustig vaarwater komen. Kan zijn dat er een verhuizing of een verhuizing in je hoofd gaat plaatsvinden wat jij een beetje spannend vindt. Wat ik hier dus zie, er was een passievol nieuw begin. Ergens waar je veel vuur in zat. Maar er is iemand dus niet helemaal eerlijk geweest daarin. Dat heeft zich getransformeerd, dus er was een einde ergens in. Het kan zijn dat er inderdaad echt een third party was. Of je hebt hulp gezocht bij vrienden. En je hebt daarmee ook gewoon jezelf plezier gegund. In ieder geval transformatie. Transformatie in de zin dat er iets is beëindigd. Iets waar niet meer diende. En het kan zijn dat het spiritje daar een handje bij heeft geholpen. Al hoe lastig het soms ook kan zijn. Misschien heb je zelf een eind ergens aangemaakt. In ieder geval staat het wel voor transformatie. En het mooie is dat je wel, dat je het belangrijke, de les wat ik eigenlijk daaruit voel, is dat het goed is zoals het soms ook gaat. Dus ook al is het even vervelend, dat heeft wel moeten gebeuren om je te transformeren. In de toekomst zie ik dat er nog steeds een soort van stilstand kan zijn, of er zouden oude gewoontes moeten worden getransformeerd, om dus dingen van een ander perspectief te gaan bekijken. En dus andere inzichten te krijgen ergens in. Iets los te laten wat niet meer dient. Geen verantwoordelijkheden meer dragen voor hetgeen waar jij je verantwoordelijk altijd voor voelt. Dat kunnen personen zijn. Het kan op je werk zijn dat je te veel verantwoordelijkheid op je neemt. Maar het is belangrijk om eigenlijk dat niet meer te doen. Mensen kunnen ook best hun eigen verantwoording dragen. Dus het is tijd om dat los te laten. Want het kan zijn dat je daar heel fysiek ook last van hebt gehad. Omdat je dus altijd zoveel met je mee hebt gedragen. En alles zag als jouw verantwoording. Dus dat is kan een thema zijn dat je dat mag gaan loslaten. Ik ga eens kijken wat dat was. Die zeven van zwaarden. Waar heeft dat mee te maken? Oeps. Zijn er twee. De wereld en de Knight of Cups. Ja, dus het kan een liefdesaanbieding zijn geweest, maar dit is transformatie ook. Dus het kan zijn dat er een einde in is gekomen. Een afsluiting van liefde, eigenlijk wat ik al zei. En soms wil ik toch bevestiging, dan weet ik eigenlijk het antwoord al. Maar... wat is de dood? Niet om arrogant over te komen hoor, maar dat, soms voel je dat al. En dan is het ook wel fijn dat het valt. Oeps! Ja, het hoogste geluk. Dus na die transformatie ben jij waarschijnlijk ook, of is het de bedoeling dat je gaat zien dat, niet, dat liefde leuk is.
Maar dat zelfliefde eigenlijk het allerbelangrijkste is. Dus dat is misschien een les voor je geweest. Of is een les. Of daar ben je nu mee bezig. Dat ja, geluk niet altijd in een ander zit. Maar vooral in jezelf. En wat jij nu al hebt bereikt. En misschien met vrienden. Dat dat ook gewoon heel veel waard is. Ja, want je bent teleurgesteld geweest door een persoon. En je hebt je best wel eenzaam gevoeld. Ja, de twee van cups. Zie? Dus het kan zijn dat er in de vriendenkring dat je misschien weer iemand gaat ontmoeten nadat er iets is getransformeerd, een afsluiting, een grote afsluiting. Dus het kan voor jou ook als een soort van bevrijding hebben gevoeld nadat dit is afgesloten. En dat je daarom ook hebt gezien van, goh, er is nog meer dan dat. En dan zul je zien dat als je van jezelf gaat houden en gewoon lekker gaat genieten met vrienden, vrij van angsten te zijn dat liefde gewoon wel komt, dan zul je zien dat er weer een aanbieding kan aankomen. Eén op zielsniveau is wat ik zie. Dus ja, zo snel kunnen dingen veranderen. Met de 9 of cups en de kracht. Wauw. Dus als hij dingen van een ander perspectief gaat bezien hoe de liefde eigenlijk echt in elkaar steekt, zul je ook zien dat er een wish fulfillment komt. Dat je je gelukkig en krachtig mag gaan voelen. En dat er door waarschijnlijk inderdaad misschien een vriendschap, want het kan ook vriendschap zijn, of in ieder geval onvoorwaardelijke liefde, dat je daarvan mag gaan genieten. En burdens los mag laten. Kan zijn dat het ook een aardeteken is, hier stiersteen op maagd. Wat mag ik nog weten over die staventie? De 6 van Pentakels. Ja, een balans. En daar is hij weer. De King of Pentacles. Dus het kan heel goed zijn dat er, als hij die burdens loslaat, dat er dus een persoon op je pad komt. Die dus ook een aardeteken is. Waar een balans in komt. Of je krijgt een gift van deze persoon. Of je bent zelf degene die zich weer transformeert in een koning. In iemand die zelfverzekerd geduldig is. En standvastig zaken op orde heeft. En weer gewoon, ja, kan genieten van materie. Maar ook van het geluk. Maar het kan dus ook heel goed zijn dat er iemand op je pad gaat komen die dat dus jou gaat geven. Hoe mooi. Met de Queen of Cups. Heel mooi. Ik ga nog 1 kaart trekken van dit deck. Ja, reflectie. Grappig. Ik zie natuurlijk de 2 van Cups. Ja, misschien is het voor sommigen ook belangrijk om elkaar wat ruimte te geven op dit moment. En heb vertrouwen dat alles voor het beste zal uitwerken. Dus voor sommigen kan het zijn dat er niet iemand eerlijk is geweest, dat er een afsluiting is geweest, dat dat is getransformeerd en dat je misschien weer liefde gaat krijgen. Het kan dezelfde persoon zijn of misschien iemand anders die je liefde gaat aanbieden. Maar in ieder geval zie ik wel dat er weer liefde op je pad komt. Nadat jij bent getransformeerd in iets. Nadat je ergens afscheid van hebt moeten nemen. Of het kan ook afscheid van echt zijn. Dat je iets hebt meegemaakt waarvan je afscheid moest nemen. Dat kan ook echt een dood zijn. Dus, maar dat kan ook gewoon afscheid nemen van het oude. En, zodat er iets kan getransformeren wat eigenlijk beter bij je past. Ja, healing heb ik hier ook. Ja, fantaseer ook dat je geliefd bent, hè? En dat je wordt ondersteund door het licht. En voel dat je relatie met iemand anders ook wat geheeld op dit moment. Dus dit is wat ik voor je heb, lieve stier. Mocht het resoneren, laat het me weten. Like deze video. Wil je een persoonlijke reading? Ga dan naar www.revivestro.nl. Doeg!